Tijdens de jaren met Laurie, zijn grote liefde, stopt hij met de heroïne. Wally kent een aantal gelukkige jaren met haar, maar in 1984 overlijdt ze aan kanker. Voor Wally begint een donkere periode. Waarom gebruikt hij? Om mijn ziel te verdoven. Gebruikte ik dus allerlei middelen. Dat doen de meeste mensen die zware verdovende middelen nemen. Die doen dat niet om hun bewustzijn te verruimen, maar om te vernauwen. Daarvoor doet men dat. En leed je muziek er niet onder voor je gevoel? Nee, gek genoeg niet. Ik heb hele goede nummers geschreven in die tijd. Die ik nu nog goed vind. Er staan er ook veel van op Springtime in Amsterdam. Ja. En denk je niet dat als je minder, misschien minder gedronken had of minder drugs gebruikt... Dat je... Dan zou ik productiever geweest zijn in die tijd. Ja. Ik besteedde inderdaad heel veel tijd aan nonsens. Dat is zo. Maar ik heb toch wel elke dag geschreven, zoals ik nu ook doe, terwijl ik dus eigenlijk in het ziekenhuis hoor te liggen. Er zijn ook heel veel nummers van je, wat misschien minder mensen weten, gecoverd door andere bands of mensen zijn geïnteresseerd in je muziek. Hoe zit dat op dit moment? Zijn er ook mensen nog steeds die vragen, kan je voor mij iets schrijven? Ja, alleen ik heb de laatste jaren weinig succes gehad daarmee. Maar ik lever voortdurend bandjes in bij artiesten die hetzij heel beroemd zijn of heel interessant. En zelf materiaal tekort komen. Wie zijn dat bijvoorbeeld en wie ben jij geïnteresseerd waarvan je denkt die zijn goed? Van de beroemde mensen die zelf niet schrijven, onder andere Tom Jones, Joe Cocker, Barbra Streisand, Ray Charles, die schrijft ook haast niet meer. En, eigenlijk om het even wie hoor, als de kwaliteiten bezitten. Emmy, je hebt ooit een Emmy gewonnen. Een Emmy is van toneel. Je hebt toch een Emmy Award ooit voor je muziek? Een Emmy is van toneel. Wat heb je dan voor een award in Emmy? Je hebt diverse awards op het muziekgebied. Een Emmy is van toneel. Je hebt en nu wil ik een vuurtje. Een vuurtje graag. Een Emmy is voor toneel. Sluiting van mijn kunstmatige schouders. Toch flink, hè? Er zit ook helemaal zo'n ding erin gedouwd. Allemaal schijpen, hoor. Zo, hier zit de kunstmatige schouder. Hoe is dat gekomen? Over een appelschilletje gestruikeld toen ik... iets meer dan 2 jaar geleden, 2 jaar, 2 maanden geleden zo... Toen was ik gestopt met drinken en toen ben ik gestruikeld over een appelschilletje. En toen, als je een tijd lang veel gedronken hebt, zijn je spieren ontspannen. En als je dan stopt met drinken, worden ze zo strak als kabels. Dus ik ben meer als een blok beton gevallen dan als een levend wezen. Vandaar, dus ik hoorde een ontzettende harde krak. En hij lag echt helemaal aan geruzelementen. Op de foto was een verschrikkelijk gezicht. Wat heeft voor jou de doorslag gegeven om te stoppen? Met name dat er een afstand ontstond tussen Mette en mij. En mijn gezondheid, mijn eigen gezondheid. Ik werd echt elke ochtend doodziek wakker. En ik moest dus dan naar het koffiehuis hier om de hoek. Die ging om 6 uur open. En dan ging ik dus echt om 4:30, 5 uur op mijn horloge zitten kijken. Van wanneer is het, godverdomme, 6 uur? Ik heb drank nodig. En
Toen had ze het een keer geflikt. Hadden ze zonder ons alcoholisten te waarschuwen, gingen ze plotseling om 7:00 open. Hadden ze voorgoed. Dus ik stond daar om 6:00. En de deur ging niet open. Maar ik zag dus wel de schoonmakerman. Zag ik daar. En ik ramme. Hè. En hij zei, 7:00, hè? Ik zei, 6:00. En toen hij wou niet open doen, toen zag ik een tegel liggen, los. En toen tilde ik die tegel op. En toen deed hij de deur open. En toen zei hij, nou, schrijf zelf maar op wat je gebruikt hebt. En toen heb ik 2 cola glazen Berenburg leeg gedronken. En toen voelde ik me weer normaal. En ik heb dat zelf geschat, hoeveel borreltjes dat waren. Ik heb 9 opgeschreven. Dat klopte wel ongeveer. Ik heb niet voorverwarmd. Ja, dat moet toch. Wat een keukentje ook. Echt heel Nederlands. Zo'n ja. Kleine keuken. Je hebt al nieuwe thee, hè? Zal ik die meenemen naar de kamer? Hm? Ja. Of doe jij dat? Zo, thee. Ja, komt eraan. Houdt Wally van Tijk? Nou, precies niet meer drinken, is dat de nieuwe verslaving. Maar ik vind het zelf wel lekker hoor. Maar ja, ik heb dus niet wat. Dat ik dus geen grammetje aankom, hè? Dat is een mooi stuk, het is niet al te groot, het is precies besneden, beschaafd. Met te zeggen dat dit je nieuwe verslaving is. Ja, klopt. Ja, sinds ik niet meer drink, vind ik taart echt een echte luxe. Nou, maar dat is normaal hoor. Bij de meeste ex-alcoholisten. Ja, die klinieken wordt ook altijd die snoepen altijd veel. Want chemisch gesproken lijkt suiker op alcohol. Met dat verschil dan dat je er niet echt. Hier word je niet echt dronken van. Maar het doet wel iets met je, chemisch gesproken. Je hebt natuurlijk geen roes hiervan. Nee, toch, maar wel een lekker kickje. Ja. Oh jee, ik kan wel 2 stukken op. Het servies is uit de slechte tijd gesteld. Ja, toen liet ik alles uit mijn handen vallen altijd. Ja, want ik was. Als wij samen waren, dan was ik uitgewerkt. En dan zorgde ik ervoor dat het donker was. Dus. Volgens mij zit er een tank in die taart. Een heel klein beetje, ja, er zit wel iets in. Maar het is niet. Dat proef je alleen maar. Er zit geen alcohol meer in. Je wordt niet dronken van de taart. Ja, lekker zeg. Ja. Kijk, rumbonen en zo, daar zit nog wel een plasje alcohol in. Maar zo'n taart is zo verhit geweest, die alcohol. Dat is alleen de smaak die is vervlogen. Ja. Met de kon je wel met Wally overweg toen hij zo vaak dronk? Nou. Mag ik antwoorden? Mm-hmm. Ja, jij mag antwoord geven. Nou, ik ben gewoon zelf een gegeven moment weggegaan ook. Opgestapt even. Ja, half jaar of zo. Dat is wel lang. Ja, nou ja, goed, het was gewoon geen doen meer. Ja. Nee, het is ontzettend moeilijk leven hoor, met iemand die echt heel vaak dronken is, ja. Dat is geen leven. Voor een partner is het verschrikkelijk. En voor kinderen, als die er geweest zouden zijn, nou, dat is een ramp hoor.